Goedemiddag, dames en heren. Van harte welkom hier in Den Haag, in het hoofdkantoor van Siemens Nederland. Leuk dat u er allemaal bent. Ongelooflijk grote opkomst. Fantastisch dat u er bent. We hebben volgens mij zelfs stoelen bij moeten plaatsen. Nou, dat is altijd een goed teken. Mijn naam is Rens de Jong. Ik ben vandaag degene die het allemaal een beetje in goede banen moet leiden. Je droom moet je hardop dromen. Het is niet alleen maar dromen van ik wil dat wel graag. Nee, het doel van een droom, of als je echt verder wil komen, is hardop dromen. Dare to have a dream and say it out loud. Omdat je dan ervoor zorgt dat andere mensen je kunnen gaan helpen. Omdat ze weten wat je wil en jou verder kunnen gaan helpen. En dat is waar we, dames en heren, vandaag het een en ander over gaan praten. Maar ook heel veel ondernemers aan het woord laten die dat hebben gedaan en ook straks gaan doen. Dit gaat allemaal uit van de Dutch Dream Foundation. En daarvoor zou ik één iemand graag naar voren willen roepen. Geeft u een daverend applaus. Attila Aytekin. Nou, ik ben een van de oprichters van de Dutch Dream Foundation. Met mijn collega Hikmet of Sali. Wat? Wat ben je vandaag? Allebei. Hikmet en Sali. Umut Akpunar en Uzay Taymak hebben wij de stichting opgericht. Om eigenlijk inspiratie te geven aan ondernemend Nederland. We hebben weer dromen nodig om vooruit te komen. Maatschappij is niet maakbaar, maar wel beïnvloedbaar. Wij willen die maatschappij heel erg beïnvloeden. Nederland, daar willen we eigenlijk de droom teruggeven. Daarom zeg ik ook met z'n allen, dare to have a dream. Dank u wel. Dank je wel, Attila. Wij gaan naar de volgende spreker toe. Die is onze gastheer eigenlijk van vandaag. Hij studeerde klassieke talen en geschiedenis in Leiden. Heeft een MBA gedaan in Supply Chain Management. En sinds 2006 is hij lid van de directieraad van Siemens Nederland. En sinds 2010 is hij een jaar dus voorzitter van Siemens Nederland NV. Getrouwd, vader van 3 kinderen. Dames en heren, uw aandacht voor Ab van der Taal. Het is ons een grote eer dat u hier allemaal vandaag aanwezig bent. Attila, je ziet wat je aangericht hebt. Dit is allemaal vanuit jullie initiatief gekomen. Ik heb een ongelooflijk leuk jaar achter de rug, kan ik gewoon zeggen, uit ervaring met Recep Bakirsi. We komen later vandaag nog aan bod als het goed is. We hebben erg veel van elkaar geleerd. En er is een mooie uitspraak van Thomas More. Hij is niet helemaal zo, maar ik heb hem een beetje aangepast omdat hij dan toch leuker is, zal ik maar zeggen. Maar hij is wel goed. Hij zegt, een droom is goddelijk zoet wanneer je er een geestverwant in ontmoet. Nou, die geestverwant die heb ik gevonden in jou, Attila, en later in Recep. Ik kan het alleen maar aanbevelen, ook aan de coaches die er vandaag bij zijn en volgend jaar het traject ingaan. Het is hartstikke leuk en je leert er zelf ook vreselijk veel van. Veel succes, hartelijk welkom bij Siemens en een geweldige middag. Ja. Ik zit veel in brainstorms. En weet wat het meest gezegde woord is in een brainstorm? Nee, ja, dat is een goeie. Dat... Ja maar, dat is helemaal verschrikkelijk. Hè? En dan inderdaad, dan krijg je van die dingen als van dat hebben we al een keer geprobeerd. Maar dat kost te veel geld. De mooiste vind ik in zo'n brainstorm, dan ben je een hele uur bezig en dan ja maar hebben we al gehad. En dan zeg je, sinds wanneer ben jij een expert? Dat is dan zo'n hele, zo'n warm bad, weet je, waar je invalt. Dat vind ik altijd leuk. Maar goed, dat ondernemer, ik herken dat wel, dat ondernemer, van joh, weet je wel, we gaan hier gewoon doorheen, we breken er doorheen en we zorgen ervoor dat het een succes wordt. Niks de ja maar, ja en. Dat is eigenlijk waar we naar moeten leven. Goed, iemand die dat doet, die zegt ja en een voorbeeld kan zijn voor ons, voor velen van ons. Heeft in 2007 zijn mbo-diploma gehad aan de modevakschool in Den Haag. Heeft zijn talenten gebruikt, zowel op school als buiten de school, om zijn droom te verwezenlijken. En daar doet hij ontzettend zijn best voor. En is hem ook gelukt. Als je het hebt over iemand die een droom had en die daar elke dag mee bezig is, is hij het wel. Ik heb gewoon 1 tas gemaakt en daar kwam ik mee in de klas. Ik had 3 enthousiaste dames en ik verkocht de tas niet op dezelfde dag, want ik had 3 enthousiaste dames. Dus ik had aan 1 persoon de tas verkocht, had je natuurlijk 2 dames die geen tas hadden. Dus ik zei, ik kom de volgende dag terug, heb ik 3 tassen gemaakt en zo verkocht voor €35 per stuk. Ja, en dan zie je eigenlijk gewoon, ik kan wat. Ik kan een tas maken en ik was 17 jaar en toen dacht ik van joh, ik moet hierin verder. En zo ben ik eigenlijk elke dag keihard gegaan. Op een gegeven moment was ik nog 17. Ik vloog donderdagavond naar New York toe. Verkocht het aan het duurste warenhuis van de wereld, Macy's. En maandag zat ik weer in de les. En zo groeide ik echt heel hard. Maar steeds komt een stukje droom en droom en droom. En nou kom je echt erachter, joh, ik word wakker.
ik woon hier in Den Haag. 10 minuten later kom ik op de atelier. En ik leef weer die droom. We hebben een heel intensieve jaar achter de rug. Dit project hebben wij vorig jaar in december gelanceerd. Het was even spannend natuurlijk. Nou, als je een nieuw project lanceert, is het altijd van, gaat dit aanslaan? Wordt het een succes? Nou, als ik nou nu naar de zaal kijk en ook hoe de samenstelling van de eerste groep en nu de tweede groep, dan denk ik, ja, het project heeft een doel ruimschoots bereikt. Ik ben er erg trots op. Bedankt voor de uitnodiging dat ik hier vanmiddag iets mag vertellen over het onderzoek wat wij hebben gedaan. Nou, onderzoek, dat klinkt als een heel groot woord en we weten inmiddels ook dat we daar een beetje voorzichtig mee moeten zijn. Dus ik wil het ook niet groter maken dan het is. Ik heb het onderzoek samen gedaan met mijn collega Willem Kleinstra. Willem, misschien kan je even gaan staan, zodat de mensen jou ook kunnen zien. Wij zaten dus een beetje te knoeien van hoe gaan we dat nou aanpakken, dat onderzoek. Want al die ondernemers, we zijn met 11 begonnen, die zijn zo verschrikkelijk verschillend allemaal. De een is net begonnen eigenlijk, die heeft een idee en die wil dat ontwikkelen. En een ander die is al jaren bezig en investeert in bedrijven en heeft al een miljoenen business. Ja, hoe ga je die nou met elkaar vergelijken? Hoe ga je nou kijken wie de meeste progressie heeft gemaakt? We gaan zo meteen de voordracht bekendmaken. Er zijn 4 ondernemers genomineerd voor de award. Ja, precies. Want wij gaan... het spannende muziekje... Wacht even, want anders gaan we heel lang het spannende muziekje doen. Dan zijn we minuten bezig met het spannende muziekje. Wij gaan, want dat is wel belangrijk, hè. Uit het onderzoek hebben jullie de 4 genomineerden laten tevoorschijn komen. En uiteindelijk gaan we straks de juryvoorzitter naar voren roepen. En die heeft uit die genomineerden 1 prijswinnaar bekend gemaakt. Ja. Dat is wel een spannend moment, vind ik. Dat vind jij ook spannend. Dames en heren, de genomineerden voor de Dare to Have a Dream Award 2011 zijn spannend muziekje cue in. En zet ze maar voor, daar komen ze. Dit zijn de genomineerden. Geef ze een applaus alsjeblieft. Ja. Nou, jullie hebben als jury heel hard gewerkt. Waar hebben jullie allemaal op gelet? Ja, ik denk dat het wel goed is. Hè? De mensen hebben Oma Moni natuurlijk al gezien. He, belangrijke ondernemer en designer in Nederland. En Elwin Groeneveld is de directeur van Microkrediet in Nederland. Ik denk dat het belangrijk is. Waar hebben wij op gelet? Wij hebben gelet op eigenlijk 3 plus dingen, zou ik willen zeggen. Eerst persoonlijk, zagen wij ambitie, lef, drive. Nou ja, kun je dat zien? Ja, we hoopten dat we dat uit de stukken lazen, uit de filmpjes konden zien. Maar dat is 1, dat persoonlijke stuk. 2, business. Heeft iemand met de aangereikte adviezen iets gedaan? Is die business er beter van gaan draaien? Is er werkgelegenheid geschept of klanten blijer geworden? 3, was iemand leerbaar, coachbaar? Dat klinkt natuurlijk wat... maar het is toch wel fijn of je wat reflectief vermogen hebt ontwikkeld, zoals het tegenwoordig heet. Ja. Maar het gaat eigenlijk om die plus. 3 plus, heb je daarmee iets sustainables opgebouwd? Iets voor de langere termijn? Creëer je wat? En heeft het voet in de aarde gekregen? Daar hebben wij op gelet. Wow. Dames en heren, de winnaar van de Dare to Have a Dream Award 2011 is geworden. Nail Karaman. Heerlijk. Jongens, wat een verhaal. Wat een verhaal. Waarom is de juryvoorzitter? Jozef, waarom hebben deze 2 heren gewonnen? Nou, het was werkelijk Turks fruit, want waren er goede mensen en er waren er veel verschillen en tegelijkertijd overeenkomsten. Ik heb een Turks fruit een heel ander beeld. Maar goed, maar ja. Maar degene die eigenlijk allemaal het beste opgepakt heeft en het ook daadwerkelijk wat ons betreft op een sustainable manier, dus voor de lange termijn, echt gecreëerd heeft, dat was Nederland. Ja.
Fantastisch. Niet de nadelen van de ander, maar hier hadden we het meeste respect voor. Ja, wauw. Nou, van harte gefeliciteerd. Nou, heel echt, heel goed gedaan. En natuurlijk aardig ook, daarvoor. En nu ga ik gewoon even een voetbalvraag stellen. Wat gaat er door je heen? Ik zou liegen om te zeggen van dat ik je dit niet had verwacht. Ik had dit verwacht, dus ik ben er voor. Ik had voor mezelf genomineerd en dat mag je gerust weten, dat was Harry Luxel en Nurettin. Proficiat voor je prijs, hè, vorige week, top. Wat gaat er door je heen? Ik tril op mijn benen, want Aart die weet hoe wij het vorig jaar, en Attila weet het ook deels hoe ik er in 2010 voor stond. Dus ik stond echt op een punt van te zeggen, ik stop ermee, ik heb er gewoon geen zin in. Hè, 1,50 per auto. Ik net zo goed op Mark Fietjes verkopen. Ja. Het is echt een cultuuromslag geweest. Lady Industries in de persoon van mijn coach Aart, die hebben mij echt het continuous improvement verhaal hebben ze gewoon heel goed weten over te brengen. Ja. Daar heeft Eduard Meijer, die is de nieuwe coach volgend jaar namens Lely, heeft daar ook zijn steentje aan bijgedragen. Maar het is inderdaad gewoon, het gaat veel beter. Ik geniet weer. En net zei iemand nog in de wandelgang van, joh, je straalt het ook uit. En ja, inderdaad, ik wil iedereen vertellen dat het mij het ondernemerschap heeft laten winnen. Nou, wat fantastisch om te horen. En je gaat helemaal door. Ja, we gaan voor de droom, absoluut. Ja, fantastisch. Even Aart, dat jij bent de vader onder andere van dit succes. En succes heeft vele vaders, maar jij bent er één van. Wat trof jij aan, want als ik dit zo hoor, toen jij teruggeeft van het eerste gesprek met Nail, eerlijk zeggen, wat dacht jij toen? Okay. Ik heb geen belemmering in spreektijd, hè? Nee, toen wij begonnen, was inderdaad de situatie was niet echt leuk. Het punt was dat, en ik denk dat het veel jonge ondernemers zijn, eigenlijk Nail niet precies wist hoe het ervoor stond. Dus het eerste wat we gedaan hebben is gewoon gaan meten. Waarbij bleek dat hij was in de veronderstelling dat hij dus ongeveer 4,5 uur op een auto nodig had om die schoon te maken. De stopwatch die was ietsje rechtvaardiger en toen bleek het 5,5 uur te zijn en vandaar de winst. Daar zijn we dus verder mee de data bij elkaar gaan halen, de cijfers erachter gezet. En met een heel gefundeerd antwoord dus bij deze hele grote klant gekomen. En dat was het eerste wat een omslag geweest is en inmiddels is dat veel verder doorgegaan in het bedrijf. Ja. Ik denk dat het wat ik gevonden heb is een Nail die inderdaad het toen niet helemaal meer zag zitten. Naar iemand die nog dieper door de grond gegaan is. Ik denk dat dat ook iets is wat we vanmiddag genoemd hebben. Mensen die op een gegeven moment door dat proces gaan en op een gegeven moment inzien van hey, ik word van ondernemer, moet ik misschien een stukje manager gaan worden. Dat er na een maand of twee, drie een dieptepunt komt. En dan denk je van waarom heb die lange überhaupt bij mij over de vloer gehaald, want het ging allemaal zo leuk. Vervolgens ga je, als je door dat dal geweest bent, ga je opbouwen en ik denk dat we dus een hele leuke relatie opgebouwd hebben in de loop van het jaar. En eigenlijk een heel leuk resultaat gehad. Ja, nou een heel leuk resultaat. Jullie hebben gewoon samen dit fantastische resultaat neergezet en gewonnen. Dus dat is jullie zijn echt brothers, weet je. Dat is fantastisch om te zien. Ja, toch heerlijk om te zien. Maar rustig aan, ik moet nog naar mijn vrouw. Ik ga niet vragen of jullie nou samen op reis gaan of niet, dat mogen jullie helemaal zelf uiten. Maar ik wil wel, jullie willen nog wat zeggen. Ik denk, Sevilla, jij wil iets zeggen. Ja, ik wil zeker wat zeggen. De reis is beschikbaar gesteld door Dekenhuizen, onze dank ervoor. Dat wil ik wel even bij benoemen. Ja, hartstikke goed. Attila, jij gaat de prijs uitreiken. Wil je nog begeleidende woorden spreken of is er... Ja. Nou ja, dat moet nu wel. Ik denk, krijg ik de commitment wel lifetime schoonmaken? Ja. Dan heb je vriend. Oké, fotograaf, waar is de fotograaf? Zet ze allemaal even dicht bij elkaar, jongens. Ja, doe dan een... Ja, draai even goed naar de foto, Aart erbij, zodat we het in de folder... Ga jij er ook bij zijn? Zeven wij er ook even bij. Doe even een feestmuziekje als je wil. Ja, even, ja precies. Ja. Een We Are The Champions-achtig iets. Fantastisch. En geef ze nog een applaus, dames en heren. Hartstikke dankjewel. Ik dank iedereen die heeft meegedaan. Attila, Aart, Nail. Dankjewel. Josette, dankjewel. Goed, dames en heren. Dit is het eerste gedeelte van het programma. Het prijs is uitgereikt. Het is nu echt de tijd om even een drankje te drinken en de
winnaars te feliciteren. En dan gaan wij zo meteen over ongeveer een minuut of 20 de nieuwe groep presenteren. De nieuwe groep voor mensen die hun droom gaan najagen en managers die ze daarmee gaan helpen. Dus ik zie u zo meteen terug. De dames van Aco gaan weer muziek maken en wij zien u zo meteen. Feliciteer ze allemaal, fantastische resultaten winnen. Energiek. Inspirerend. Dromen. Verrassend. Inspirerend. Indrukwekkend. Succes. Fantastisch. Inspirerend. Super. Geweldig. Inspirerend. Geweldig. Fantastisch. Inspirerend. Verrassend. Indrukwekkend. Fantastisch. Inspirerend. Schitterend. Inspirerend. Eén grote droom vandaag. Dus we zijn jullie dankbaar dat jullie hier zijn en maken iets moois van jullie dromen. Everything is possible if you dare to have a dream. Ik vind het een geweldig project. Het is ook fantastisch dat zoveel CEO's, nou de CEO van Siemens Nederland, Af van der Touw, heeft afgelopen jaar meegedaan als coach. Ik weet niet hoeveel anderen, maar in ieder geval voor het komend jaar zullen dat er, dacht ik, ook rond de 21 zijn, die hier ook in de zaal denk ik zijn, die weer die mensen die een idee, een droom hebben, leef je droom, zoals Muni heeft gezegd, nou, dat is inderdaad iets wat u moet doen. En door uw eigen droom te leven, daar ook gestalte aan te geven, met hulp van een aantal goede CEO's in Nederland, helpt u vervolgens die Nederlandse economie aan de gang. Weet je wat ik ga doen, dames en heren? Er zitten 21 ondernemers in de zaal en hun coaches zijn, als het goed is, ook allemaal aanwezig. Wat ik ga doen, en jullie weten zelf namelijk nog niet aan wie jullie gekoppeld worden. Ik ga eerst de ondernemer zelf roepen, daar ga ik het een en ander over zeggen. Misschien kom ik nog even naar je toe, maar om het tempo er een beetje in te houden, zullen we dat snel doen. Tussen de topteam van Nederlandse marketingbureaus zitten. Je bent druk bezig met dat bedrijf aan het uitrollen, kan ik me zo voorstellen? Ja, dat wel. Ja. Nou, dan zullen we eens even kijken wie jou daarbij gaat helpen. Dames en heren, jouw coach wordt David Sandersen, Managing Director van Achmea. Ah, kijk eens, nou jullie. Kijk, omhels elkaar, dit gaat helemaal goed komen. En de uitvinder van de Frisbee, wat is dat, Jorn? Frisbee, dat is een gezonde fruitsnack eigenlijk. Wij willen obesitas de hele wereld uit helpen. Ja, en er is een combinatie tussen crispy en fruit. Nou, fruit en crispy, het is krokant fruit, maar op een speciale manier gemaakt, waardoor het helemaal natuurlijk is en gezond en lekker. I want to convert the company from a start-up to professional company. Oké. Okay. En waar ben je naar op zoek? Waar wil je gekozen worden? Dat ik iedere keer tegen een drempel. Hoe kan ik de drempel doorheen? Okay. Waar zoek jij naar? We doen dit al 2 jaar heel succesvol in Nederland en ik wil dit kopiëren naar de rest van de wereld. Waar wil je groeien? Wat is jouw idee? Ja, mijn uitdaging is toch om bij het burger van marketing en sales meer en beter voet tussen de deur te krijgen bij de grote klanten. Want die werken vaak met ook wel weer andere grote leveranciers. Okay, hoe? Ik ben 2 jaar geleden begonnen en ik heb nu 10 man aan het werk. Oh, wow. En dat wil ik uitbouwen. Trimaaien voor Anker in Nederland. Zo verder uitbouwen. Dus dat is mijn coach. Dat is jouw coach. Jij hebt een enorme groeipotentieel en daar wil je heen. Wie gaat jou daarbij helpen? Dat is Simon Switz. Hij is directeur-generaal internationale betrekkingen bij het ministerie van ELNI. Simon, waar ben je? Kijk eens, hier bent je totale mix. Loop dan maar toe. En jouw vraag is, moet ik nou langzaam groeien of moet ik in 1 keer een enorme stap maken? Nou, waarom heb je die vraag? Ja, we hebben na de startfase een bepaalde positie bereikt, vooral in de verzekeringen, zorgverzekeringen met onze businesspartner, vooral Achmea Agis. We zitten op dit moment in de etnische markt, beheren wij 10.000 verzekerden. Mm-hmm. Onze doel is binnen korte termijn de marktleider worden in de etnische markt, zorgverzekeringen. Okay, wat meer commercieel te zijn, nou dat lijkt me een hartstikke mooie. En als daar iemand goed in is,
dan is dat Frans van Stenis wel van de Nederlandse Staatsloterij. Frans, dit wordt een mooi koppel. Die Frans hebben glimmen, joh. Hadden elkaar al gevonden. Ik heb de hoofdprijs. Ja, precies. Gaan we op de foto, Frans. Hij heeft wel een leuk bedrijf. Want hij levert rechtshulp in tweede en derde wereldlanden. Dat is een unieke werkmethode. Wat heb jij daaraan toe te voegen? Ik vind het fantastisch om te doen. Wij hebben ook met Kenner projecten gedaan in Afrika met Kidsites. Okay. En ik wil daar heel graag gebruik van maken van die kennis. Om te zien dat we ook in Afrika zitten. Maar soms denk ik dat ik of het beter moet organiseren of misschien een keer nee moet verkopen, wat ik nog nooit heb gedaan en ook niet wil. Ja, oh wauw, dit is een mooi ondernemersdilemma, kan ik me zo voorstellen. Voor mij wel. Ja, voor jou. Ik denk dat ze wel vaak vragen heeft, maar ze wel een manager of een persoon nodig heeft om die vraag te kunnen stellen. Ja, zo'n elegante vrouw als jou terecht in de basisolie, in de smeerolie. In ieder geval, ja, voor ons is het op dit moment gewoon heel belangrijk om preferred supplierships aan te gaan met de corporates. Dus dat stukje ondersteuning daarbij, ontwikkeling van strategie daaromtrent hebben we gewoon nodig. Ja, jij hebt helemaal een goede krampen als ik het zo hoor, de orderportefeuille. Ja, klopt, het zijn er 53. En hoeveel mensen had je in dienst en hoeveel mensen heb je in dienst? Nou, er 3, het zijn er 11 en waar ik kom nog 2, dus er zijn al 13. En als je je orderportefeuille bekijkt, hoeveel mensen moet je dan gaan aannemen? Ik moet er nog 50 hebben. Zo, dat is een lekkere kluif. Wij willen de komende jaren een van de beste reisbureaus zijn op het gebied van zakelijke reizen. En alleen naar Turkije of over de hele wereld? Op de hele wereld, maar de eerste bestemming is naar Turkije natuurlijk. Oké. Met een grote glimlach zegt hij dan. Jij zegt ook, ik wil zakelijk groeien. Wat is je doel? Zakelijk groeien. Binnen 1 jaar ben ik meer dan 150% gegroeid. Dus ik wil de komende jaren dat optel houden. En ik wil ook bij grote bedrijven binnenkomen. Ah. Dus bij Van Siemens. Ja, bijvoorbeeld bij Siemens. Nou, ik denk dat vanaf nu geregeld is. En wat zoek je? Wat zoek je in een coach? Nou, ik wil een servicegericht ontzorgingsformulier opzetten. En daar heb ik misschien een coach voor nodig. Misschien een coach voor nodig, zeg je. Het is misschien nodig of is het echt nodig? Ja, het is echt wel. Waar worstel je mee? Eigenlijk toch wel naamsbekendheid krijgen en die klanten, omdat er op het gebied van jeugdzorg is er gewoon heel veel aanbod, ook vanuit de overheid. En dat is een beetje de strijd, want wat vanuit de overheid wordt aangeboden, is gratis. Ja. En dat kunnen wij natuurlijk helaas niet doen. Nee. Dus dat is toch een kwestie van jezelf wegzetten en laten zien wat de meerwaarde is. Dames en heren, wij zijn door de 21 coaches en 21 ondernemers heen. En dit wordt een heel spannend jaar voor ze. En als je ziet wat er gebeurd is in het vorige jaar, waar nou mensen elkaar eigenlijk de hele dag aan het knuffelen zijn, hè? Dan gebeurt daar wel wat. En ik hoop dat jullie dat daadwerkelijk ook echt aan zullen grijpen. De eerste agenda worden al getrokken. De eerste kennismakingsgesprekken zullen nu een beetje plaatsvinden met een biertje of iets anders. Te kijken wat kunnen we aan elkaar hebben. Ik wens jullie daar heel veel succes mee. Vraag me vooral raak. Ik zou vooral iedereen die hier ooit geweest is ook gebruiken in dat netwerk. En jullie daar heel veel succes mee wensen, zodat jullie die droom aan het einde van het jaar ook hier kunnen zeggen: ik heb hem verwezenlijkt en ik heb alweer een nieuwe droom. Ik ga de ondernemers en de coaches vragen hier naar voren te komen, omdat wij een fotosessie met ze gaan doen en dat u ze ondertussen een applaus geeft en richting de borrel gaat.